Yo mensen, hoe gaat het? Vandaag beginnen we met een nieuwe serie op FIFA Mobile. En ik ga dus de beginnersoefeningen doen. En hier zien jullie dus Mbappé en zo. En hier gaan we een paar keer schieten op doel. Ik heb het natuurlijk versneld. Want niemand is echt geïnteresseerd in ja, het begin van FIFA Mobile eigenlijk. Het begin is altijd best wel saai en slow en zo. Je krijgt een paar bronzen spelers, denk ik. En hier dribbelen we. Doen we een dribbeloefening en moeten we scoren. Gaat ook best wel goed. Dus ja, in het verleden heb ik FIFA Mobile 15. 16 heb ik eigenlijk niet echt gespeeld, maar eigenlijk ook wel een beetje. Maar FIFA Mobile 17, 18, 19, 20 heb ik niet echt heel veel gespeeld. Ja, op het einde wel. Maar ja, nu ga ik dus FIFA Mobile 21 spelen. En hier zien jullie dus hoe ik score en een ratslag doe. En hier krijgen we nog een bronzen speler. Het doel van deze serie is niet om de beste te worden. Het doel van de serie is gewoon om lol te hebben, lol te trappen op FIFA Mobile. En een zo goed mogelijk team te verwerven. Hier zien jullie dus dat ik de bal moet verdedigen en moet wegdribbelen van de speler. Ja, we moeten ze leren verdedigen en hier krijg ik een bronzen speler. Dit is onze eerste wedstrijd hier. En ik ga voorlopig alleen de highlights laten zien, de doelpunten. In deze wedstrijd heb ik alleen de doelpunten laten zien. Omdat de wedstrijd best wel saai was. Hoor. Dus hier een goede paas hier. En dan mijn 57 reed het speler Bastiaans. Ja, die scoort dus en die doet een rastslag. Dus ja, we lopen van het veld af. De wedstrijd is klaar. We openen een pakket. En ja, we krijgen Tabeku, de zilveren. En hier krijgen we ook nog Reina, nog een zilveren. Maar eigenlijk is het doel van deze serie gewoon om Nederlanders bij elkaar te krijgen. En een zo goed mogelijk Nederlands team te krijgen. Later gaan jullie ook zien wat voor een team ik natuurlijk wil en hoe we daar naartoe gaan komen eigenlijk. Ja, eigenlijk moet ik de hele game nog unlocken zoals jullie zien. Want mijn team is nog best wel slecht en zo. En hier spelen we onze tweede wedstrijd. Ik probeer gewoon die starters objective, die beginnerswedstrijd eigenlijk gewoon te winnen. En ik was heel goed in FIFA Mobile vorig jaar. Maar ja, ik moest even wennen. En hier scoren een koppel met mijn 55 rated bronzen speler. Maar ik moest even wennen aan een nieuwe, niet echt nieuwe gameplay. Maar je weet wel, ieder jaar verandert FIFA toch wel op een andere manier, snap je? En ja, daar moet ik dus aan wennen. En hier steel ik de bal van de verdediger die niet goed oplet. En het was wel heel easy om te scoren met Reina. Ja, makkelijk schieten eigenlijk. Ik was best wel goed in deze game, want de game gaat eigenlijk over... soms moet je wel skill moves doen, maar vooral de nepschoten en de scoop turns zijn best wel overpowered. En hier zien jullie Reina nog een keer met bijna een identiek doelpunt, gewoon Reina. Maar het gaat vooral om de scoop turns, de skill moves en de harde lage voorzetten, die zijn ook best wel overpowered. En hier winnen we met 3-0 van Mumbai, of nee, nu is het de rust natuurlijk. En hier gaan we weer de bal afnemen. We doen een paar skill moves. 2 roulettes, Zidane roulette. En dan komt de bal af van de keeper. En Valemark, de 57 rated speler. Ja, die doet even een Matuidi dans, denk ik. Ja, en hij scoort natuurlijk. Ja, best wel een slechte goal, maar ja, boeien. Mijn plan... Excuses. Mijn plan is om deze serie dit jaar iedere zondag te uploaden. Dat ga ik wel proberen. Ik ga door de week gewoon proberen te strijden op FIFA Mobile. Het wordt best wel leuk om de campagnes te doen. Natuurlijk ga ik ook een beetje versus aanval spelen. Maar hier winnen we met 5-0 van Mumbai FC. En hier krijgen we een keuze in welke speler we willen. En hier kies ik op West-Europa. Een West-Europa pakket. En daar krijgen we dus een Nederlander uit. Joosten.
En dat is best wel goed, want de hele serie gaat eigenlijk over het krijgen van zoveel mogelijk Nederlanders en ze zo goed mogelijk maken. Eigenlijk moeten we gewoon Nederland naar de top sturen. Dus ja, hier kan je nog een Spaanse verdediger. Ja, eigenlijk is het doel om de niet-Nederlanders gewoon te verkopen of gewoon mee te trainen. Of ja, niet mee te trainen, maar gewoon als trainings-XP te gebruiken om Nederlandse spelers beter te maken. En dit is dus eigenlijk het team dat ik in gedachten had. Maar ja, toch wel echt een ziek team. En ik hoop dat we op een dag, als we de Road to Glory gewoon heel de tijd verder doen. Als we die gewoon verder zetten, kunnen we zo'n ziek team krijgen. Stel je voor, joh. Maar dat was het voor deze aflevering. Blijf kijken. Yo, doei!